Beste kijker, hartelijk welkom in onze studio in Brussel. Wij informeren u vandaag over kinderpornografie die gerechterlijk beschermd wordt. Volgens de inschatting van Dr. Lori Hendrahan bevindt Amerika zich in een diepe crisis. Federale en deelstaatsbeambten, maar ook politieagenten zouden massaal verwikkeld zijn in kinderpornografie. Het ergste daarbij zou zijn dat politie en justitie zich wederzijds dekken zelfs de procureur-generaal Eric Holder zou de strafvervolging van een medewerker op wiens computer kinderporno werd ontdekt weigeren, aldus Handerhan. Twee voorbeelden: een gepensioneerde politiebeamte uit Maine informeerde in 2012 het ministerie van Justitie van de US erover dat de politie van Maine seksueel kindermisbruik zou verdoezelen. Er werd geen onderzoek ingesteld. In het geval van de Vermont Police Academy zou kinderpornografie op de werkcomputers van heel wat politieagenten aan het licht zijn gekomen. Toen een lokale krant echter dit politiebericht wilde inzien, werd dit verhinderd door het Supreme Court. Dat is het Hooggerechtshof van Amerika. Dr. Hendrahan, professor van de American University in Washington DC, werd ontslagen nadat zij deze en nog andere feiten publiceerde in verschillende magazines. Wanneer zelfs de hoogste instanties het onheil dekken, is tenslotte de onmiddellijk erbovenstaande instantie gevraagd, en dat is het volk. Graag tot de volgende keer.